We gaan direct door met dezezelfde staatssecretaris met het 2 minuten debat over externe veiligheid. En daarvoor geef ik gelijk het woord aan mevrouw Kreuger, die zal spreken namens GroenLinks. De heer Thijssen die heeft als eerste het woord. Hij zal spreken namens de Partij van de Arbeid, omdat hij een overlopend debat heeft en de collega's hebben hem dat vergund. De heer Thijssen. Dank u wel, voorzitter, en dank aan collega Kreuger. Ik heb geen moties, maar ik heb wel een vraag aan de minister. Omdat in september was er een studie van het RIVM die liet zien dat er heel veel vervuiling is rond de fabriek van Tata. En dat kinderen eigenlijk niet buiten moesten spelen, zo vies was het er. En gelukkig heeft deze Kamer toen een motie aangenomen die zegt er moet een plan van aanpak komen om onacceptabele gezondheidsrisico's te voorkomen. Nou heeft de minister gezegd, voor de zomer komt er een uitleg van het RIVM wat dan die onacceptabele gezondheidsrisico's zijn en hoe schoon de lucht dan moet zijn. Nou, dat is fijn. Het tweede is dat we natuurlijk daarna weer een RIVM-rapport hebben gehad die heeft gezegd, ja, eigenlijk zit er een heel groot verschil tussen wat Tata opgeeft aan uitstoot en de berekeningen en wat we meten. Daar kan wel een factor 50 tot 1000 zelfs op sommige dingen tussen zitten. En ook daarvan heeft de minister gezegd, of de staatssecretaris gezegd, dat ga ik onderzoeken en dan kom ik zo rond de zomer met een uitleg. En ik wil de minister vragen, ik denk dat deze twee onderzoeken gaan leiden dat dat plan van aanpak, waartoe de Kamer heeft opgeroepen in de motie, moet worden aangepast. En is de minister bereid om voor het zomerreces dat aangepaste plan van aanpak naar de Kamer te sturen, zodat ze duidelijkheid kunnen geven aan de omgeving van Tata dat ze daar op termijn zonder onacceptabele gezondheidsrisico's kunnen wonen? Dank u. Dank u wel. Dan is nu wel het woord aan mevrouw Kreuger en zij zal spreken namens GroenLinks. Voorzitter, van mijn kant 2 moties met betrekking tot Tata. De Kamer hoort op raadsdaging constateren dat uit het laatste rapport van de RIVM blijkt dat er te veel kankerverwekkende paks en metalen vrijkomen bij de productie van koks. Constateren dat er in het plan van aanpak Tata Steel staat dat het sluiten van de koksfabrieken zou leiden tot een forse reductie van zeer zorgwekkende stoffen, stikstof en geur. Overwegen dat het onacceptabel is om nog tot 2030 te wachten om de gezondheidssituatie in de IJmond daadwerkelijk te verbeteren, verzoekt de regering om in kaart te brengen wat er nodig is om sluiting van de Koks 2-fabriek op korte termijn af te dwingen en een sluitingsdatum vast te stellen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Thijssen en mevrouw Van Esch. En de tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat er door Roland Berger onderzoek is uitgevoerd naar de technische en economische gevolgen en de uitvoerbaarheid van het verduurzamingsscenario, maar dat de gevolgen van andere scenario's zoals sluiting of verschillende vormen van krimp nooit zijn onderzocht. Overwegend dat het van belang is om naast de technische en economische gevolgen ook de maatschappelijke gevolgen van alle scenario's in kaart te hebben om een weloverwogen afweging te kunnen maken over eventuele financiële steun aan het verduurzamingstraject van Tata Steel, verzoekt de regering om de verschillende scenario's betreffende de toekomst van Tata Steel en dienstgevolgen voor economie, werkgelegenheid, gezondheid, klimaat en milieu in kaart te brengen en deze te beoordelen op haalbaarheid en gaat over tot de orde van de dag. Tot slot, voorzitter, we hebben volgens mij een stevig debat over Tata gevoerd en de zorgen in de omgeving zijn groot. En die zijn met name groot doordat te lang er eigenlijk ook vanuit de Rijksoverheid niet de aandacht gegeven is aan dit probleem die nodig is. Dus ik hoop echt dat deze staatssecretaris voortvarend deze problemen bij Tata aanpakt. Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Van Es en zij zal spreken namens de fractie van de Partij voor de Dieren. Dank u, voorzitter. Ik had 4 moties vanavond bij, maar ik heb 1 motie ondertekend die GroenLinks al ingediend heeft, gezien wij eigenlijk dezelfde motie hadden. Dus dat leek me onzinnig om die in te dienen. De eerste motie sluit wel aan bij de laatste motie weer van die GroenLinks indient. Het gaat ook over die scenario's. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat er een plan ligt om miljarden aan belastinggeld aan Tata te besteden voor de route naar waterstof. Overwegend bij het zoeken naar oplossingen voor de vervuiling van Tata Steel alle opties op tafel moeten liggen. En verzoekt de regering naast de scenario's in het CE Delft rapport een extra scenario te onderzoeken waarin Tata Steel in de Muiden zich beperkt tot het recyclen van staal en gaat over tot de orde van de dag. Mede ingediend door mijn collega Teunissen die dit debat heeft gedaan.
De tweede motie, de Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende uit het RIVM-rapport blijkt dat er een groot verschil is tussen de informatie van Datasteel over de uitstoot van schadelijke stoffen en de werkelijke uitstoot op basis van metingen, waarbij de werkelijke uitstoot van kankerverwekkende PAX tot wel factor 1000 hoger is dan de uitstoot gerapporteerd door Datasteel. Constaterende dat de bevoegde omgevingsdienst jarenlang de informatie van Datasteel heeft gecontroleerd en geaccordeerd. Constateren dat Datasteel betrokken is bij nationale problematiek op het gebied van klimaat en stikstof en dit toezicht op rijksniveau vereist. En verzoekt de regering het toezicht op de handhaving, toezicht en de handhaving van Datasteel onder te brengen bij de ILT. En gaat over tot de orde van de dag, ook mede ingediend door mevrouw Teunissen. En dan mijn laatste motie, ook opnieuw weer over Datasteel. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de productie van kooks aangemerkt kan worden als een van de meest vervuilende processen bij Datasteel IJmuiden. Constateren dat de volksgezondheid hier al decennia aantoonbaar onder leidt. Constateren dat deze druk op de volksgezondheid zo spoedig mogelijk verminderd moet worden. Overwegen dat de productie van kooks meer dan voor de eigen staalproductie noodzakelijk is. Een onevenredige belasting is voor de omgeving. En verzoekt de regering om de export van kooks zo spoedig mogelijk te doen verbieden. En gaat over tot de orde van de dag. Weer mede ingediend door mijn collega Teunissen. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Haverkort en hij zal spreken namens de fractie van de VVD. Voorzitter, dank. Externe veiligheid, bedrijven die zorg dragen voor een schone buurt. Bij de diverse bezoeken die ik de afgelopen periode heb gebracht aan ondernemers in het land, merk ik dat er heel veel besef is voor dit punt. Niet alleen bij grote spelers, maar ook bij vele kleine bedrijven is de zorg voor de buurt zichtbaar en in het gedrag van ondernemerschap. En in dat gedrag is norberschap langzaam steeds vanzelfsprekender. Zijn we er dan, voorzitter? Nee, nog lang niet. We zullen als de samenleving de komende jaren veel aandacht moeten besteden aan het verschonen van onze productie. En daarnaast zullen we ook veel aandacht moeten geven aan het gezamenlijk opruimen van de restanten uit het verleden. Voorzitter, de VVD-fractie is in dat kader dan ook blij met de stap die deze staatssecretaris heeft gezet om nog voor de zomer met een plan te komen om bedrijven, vaak agrarisch in de regio's zoals Brabant, Twente of de Achterhoek, te helpen met het saneren van asbestdaken. En om de beschikbare middelen zo snel mogelijk en zo doelmatig mogelijk in te zetten, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de regering heeft toegezegd nog voor de zomer een alternatief voor het zogenaamde zakelijk fonds naar de Kamer te sturen. Overwegende dat capaciteit in deze sector schaars is en saneringsbedrijven veilig moeten kunnen werken. Overwegende dat vooral agrarische gebouwen voorzien van asbestdaken en of wanden nu niet of nauwelijks gesaneerd worden, waardoor mogelijk negatieve effecten voor de volksgezondheid kunnen ontstaan. Overwegende dat er momenteel geen harde einddatum is waarvoor deze asbestdaken gesaneerd moeten worden. Overwegende dat diverse innovatieve saneringstechnieken momenteel niet ingezet worden, ondanks dat TNO al in 2019 op specifiek verzoek van de Kamer de toepassing van een werkmethode met een specifiek foam positief heeft beoordeeld, verzoekt de regering innovatieve saneringstechnieken te betrekken bij de alternatieve besteding van de middelen in het zakelijk fonds en verzoekt de regering indien nodig verder onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de veilige inzetbaarheid van innovatieve saneringsmethoden en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door Van der Molen en Hagen. Dank u wel. Dank u wel. Dan is tot slot het woord aan mevrouw Hagen en zij zal spreken namens de fractie van D66. Dank, voorzitter. Voorzitter, we vallen in Nederland van de ene in het andere incident op het gebied van milieucriminaliteit. Van de uitstoot van Tata Steel tot een met PFAS en plastic vervuilde Westerschelde. En mogelijk straks een Hedwig Polder. Terwijl bedrijven in afwezigheid van strikte wetgeving en efficiënte handhaving zonder grote consequenties onze leefomgeving vervuilen met onder meer fijnstof en microplastics, blijft de politieke realiteit voortkabbelen. D66 wil een structurele oplossing voor deze bedreiging van onze leefomgeving en onze gezondheid. Helaas werd het commissiedebat toezicht en handhaving uitgesteld naar 12 april. Maar allereerst is het natuurlijk fijn om de staatssecretaris weer in goede gezondheid te zien. In de planning voor de opvolging van de aanbeveling van de commissie van Aartsen, die de staatssecretaris ons toestuurde, staan een tweetal acties genoemd in maart. Dus voor de nieuw geplande datum van het commissiedebat toezicht en handhaving.
Om vaart te houden vraagt D66 de staatssecretaris om de volgende toezeggingen. Kan de staatssecretaris toezeggen dat we nog voor het commissiedebat handhaving en toezicht, toezicht en handhaving van 12 april, een terugkoppeling van haar ontvangen over haar bespreking van de aanbeveling van de commissie van Aartsen in het bestuurlijk omgevingsberaad? Kan zij daarnaast toezeggen dat we, voor dit commissiedebat, ook een terugkoppeling van haar ontvangen over de werksessie met alle bij milieucriminaliteit betrokken stakeholders, over de specifieke aanbevelingen van de commissie van Aartsen op het gebied van prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging? Dank u wel, mevrouw Kreuger. Die heeft er nog een korte vraag over. Dank u wel, voorzitter. Ja, in het debat externe veiligheid hebben we het eigenlijk vooral en bijna alleen maar over Tata Steel gehad. Dus ik hoopte heel erg dat mevrouw Hagen daar ook iets over zou zeggen. Nou hebben wij een motie ingediend om echt het kabinet te vragen, kom nou met een concrete sluitingsdatum voor de Cokes 2-fabriek. En heel graag hoor ik van D66 of ze deze motie zouden steunen. Ja, de motie die is vrij. Het onderzoek lijkt me een uitstekend idee, omdat we dan weten wat er voor nodig is om die delen te sluiten. Maar het tweede, over die sluitingstermijn, ik hoor ook heel graag een appreciatie over. En sowieso, D66 wil eigenlijk heel graag naar een structurele handhaving. Ik ben nu kort een jaar Kamerlid en ik heb geloof ik kwik, ijzererts, steenkool in de Noordzee, hogere uitstoot dan berekend vanuit Tata Steel gezien. Dus we willen heel graag naar een structurele oplossing, zodat zowel de handhaving als het toezicht beter is geregeld. En vandaar ook mijn vragen aan de staatssecretaris over die Dank u wel. De staatssecretaris heeft 5 minuten gevraagd om zich voor te bereiden op de beantwoording van de moties. En ik schors daarom tot 19:38 en dan vervolgen wij dit debat.
Dag aan de rector. Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de staatssecretaris voor het oordeel over de moties en het beantwoorden van de gestelde vragen. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Ik begin met een aantal moties en daarna zal ik de vraag nog behandelen. De eerste motie van mevrouw Kreuger over het verzoek om in kaart te brengen wat nodig is voor sluiting van de koksfabrieken. Ja, het stilleggen van het bedrijf of een onderdeel daarvan is een maatregel die moet worden genomen door het bevoegd gezag. En dat is in dit geval de provincie Noord-Holland. En dat kan alleen wanneer het bedrijf zich stelselmatig niet houdt aan wet en regelgeving en de vergunningvoorschriften. En dat is bij de koksfabrieken niet aan de orde. Het kabinet zet in op een schone en groene staalindustrie in Nederland. De keuze van Tata voor de waterstofroute in plaats van grootschalige ondergrondse CO2-opslag, dat betekent dat de sluiting van de koksfabrieken al eerder gaat plaatsvinden, waarbij koksfabriek 2 als eerste gaat sluiten. En bij het ondersteunen van die transitie zet ik in op harde afspraken over tijdspaden en sluiting van onderdelen. En dat wordt verder uitgewerkt door mijn collega van en dat is de minister van Economische Zaken en Klimaat. Ik ontraad de motie, maar wil wel toezeggen om me samen met die mede-overheden in te spannen om concrete afspraken te maken met Tata Steel voor een zo snel mogelijke overstap op waterstofproductie en sluiting van het oude productieproces, inclusief de sluiting van de koksfabrieken. Mevrouw Kreugen. Voorzitter, wederom dank voor de toezegging, maar waarom kan deze motie dan niet gewoon oordeelkamer krijgen? Want dat vraagt deze motie. En een vraag vanuit de regio en vanuit alle kanten is er heel veel behoefte aan die duidelijkheid over de sluitingsdatum. Mm-hmm. En het klopt, hè, als het 2030 groene waterstof, dan is het 2030. Maar er is behoefte aan een snellere sluitingsdatum. En vandaar eigenlijk de vraag van, doe het onderzoek, wanneer zou het dicht kunnen? En kom dan met een sluitingsdatum voor dat specifieke bedrijfsonderdeel wat zoveel uitstoot veroorzaakt. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, wij zijn niet het bevoegd gezag om te beslissen over sluiting of niet. Wat wij wel kunnen doen is aandringen op snellere sluiting. En de transitie sneller te laten verlopen dan 2030. En daar wil ik me heel erg voor inzetten. We gaan naar de tweede motie. Dan had mevrouw Kreuger nog een motie over verschillende scenario's. Ja, het uitwerken van verschillende scenario's voor de toekomst van Tata Steel is aan het bedrijf en niet aan de overheid. Het bedrijf heeft daartoe eerder bijvoorbeeld de verduurzamingsroute voor ondergrondse CO2-opslag en de waterstofroute vergeleken. De kabinetsinzet is een zo snel mogelijke transitie naar groen staal in IJmuiden. En Tata Steel is nu aan zet om de plannen daarvoor zo snel mogelijk en zo goed mogelijk verder uit te werken. Op basis van die uitwerking zal ik een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de milieu- en gezondheidseffecten daarvan. Dat is onderdeel ook van het plan van aanpak. De uitkomsten daarvan die worden betrokken bij de afweging over ondersteuning van het verduurzamingstraject van Tata Steel. Het oordeel over ik zal de motie dus wel helaas moeten ontraden. Dan even kijken, de motie over externe veiligheid. Even kijken, doorrekenen en recyclen van staal. Die moet ik ontraden. Ik verwijs daarbij graag naar het antwoord op de motie van mevrouw Kreugel over de verschillende scenario's. Mevrouw Van Es. Ja, voorzitter, ik snap dat antwoord niet. Ik zou niet weten waarom je niet als kabinet een scenario zou kunnen onderzoeken of in ieder geval de mogelijkheid kan neerleggen. Ik snap niet waarom dat niet zou kunnen. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, omdat het aan het bedrijf is om bedrijfsscenario's te maken en niet aan de overheid. Mevrouw Van Es, nog kort. Nee hoor, dat kunnen wij ook gewoon doen. Dat kun je ook als overheid doen. Dus, volgens mij zegt u nu eigenlijk mee, als ik het goed begrijp, dat u wilt u niet doen of dat wil deze staatssecretaris niet doen. Dat kan ook, maar dan is dat het antwoord. Maar de mogelijkheid ligt er wel degelijk. Dus ik hoor dan wel gewoon graag het eerlijke antwoord. We zijn niet bereid om te onderzoeken of het recyclen van staal een van die scenario's is die zou kunnen. Maar volgens mij kan het prima. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, uiteindelijk is het aan het bedrijf zelf om een, zeg maar te gaan over verschillende toekomstscenario's. Wat wij wel kunnen doen is meedenken en zorgen dat we hulp en input geven waar dat mogelijk is. Even kijken, dan het. Motie 4. Nog een vraag over het overbrengen van toezicht en handhaving Tata naar de ILT. Dit is aan de provincie Noord-Holland als bevoegd gezag.
De provincie die ziet geen aanleiding om de VTH-taken bij een andere organisatie onder te brengen. Overigens ondersteunt de ILT op dit dossier al intensief, dus ik zal de motie ontraden. De motie over het verbieden van export van koks van de Partij voor de Dieren. Dit onderwerp dat ligt op het terrein van mijn collega's van EZ, K en Buitenlandse Zaken. Ik kan er daarom geen oordeel over geven en zal het doorgeleiden naar mijn collega's voor een appreciatie. En tot die tijd zal ik de motie ontraden. En wanneer komt die appreciatie dan? Voor de stemmingen van dinsdag? Ja, ik zal zorgen dat die zo snel mogelijk richting de Kamer wordt gezonden. En sowieso dan voor dinsdag. Voor de stemmingen van dinsdag komt er een appreciatie op die motie. Motie 6. Dan nog een motie van de VVD over asbestsanering. Ik verzoek u in afwachting van de resultaten van twee eerdere toezeggingen de motie aan te houden. Het betreft de toezegging aan uw Kamer om u voor de zomer te informeren over de inzet van middelen voor de asbestdakenaanpak. En de toezegging eerst een kostenanalyse te laten maken van alternatieve methoden. Dan had ik nog... De heer Haverkort, ja, dus u verzoekt om de motie aan te houden, maar daar hebben we nog geen reactie op gehoord. Bent u daartoe genegen? Ja, voorzitter. Die twee toezeggingen die waren er natuurlijk al. En de essentie zit hem in het feit dat we heel graag in dat plan wat voor de zomer naar de Tweede Kamer komt, ook daadwerkelijk die input van die nieuwe innovatieve saneringsmethode tot uiting zien komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat op basis van dat onderzoek naar die kostenanalyse alleen maar extra versterking voor die innovatieve methodes met zich mee zal brengen. Dus in afwachting van dat onderzoek kunnen we dat rustig doen. En gun ik de staatssecretaris alle ruimte om dat zichtbaar te maken in dat plan richting de zomer. En houden wij, kijk heel even naar mijn mede-indiener, die knikt, houden wij heel graag dat de motie tot die tijd aan. Motie 6 wordt aangehouden. De staatssecretaris heeft nog een enkele vraag liggen. Drie. Ja. Meneer Thijssen van de Partij van de Arbeid die vroeg, kunt u toezeggen dat er een nieuw actieplan komt zodra de onderzoeken naar het gat zijn afgerond? En kunt u dat voor de zomer toesturen? Ja, op dit moment valt niet met zekerheid te zeggen dat er voor het plan van aanpak gehanteerde emissiegegevens niet juist zijn. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen in het verschil tussen de metingen van het RIVM en de emissies die Tata Steel rapporteert. En naar verwachting is dat inderdaad voor de zomer bekend. En daarna kan bepaald worden of aanvullende maatregelen nodig zijn. Moet blijken dat herijking van het plan van aanpak nodig is, dan zal ik dat zeker doen. En dat doe ik dan ook voor de zomervakantie. Dan had mevrouw Hagen nog een vraag of ik kan toezeggen dat we nog voor het commissie, of dat ze nog voor het commissiedebat toezicht en handhaving van 12 april een terugkoppeling ontvangt over de aanbevelingen van de commissie van artsen uit het bestuurlijk omgevingsberaad. Dat kan ik toezeggen. Net als de terugkoppeling mede namens de minister van JNV over de werksessie milieucriminaliteit die 30 maart zal plaatsvinden. Volgens mij heb ik daarmee alles beantwoord. Dank u wel, staatssecretaris. Er komt nog één brief voor de stemming over motie 5 voor de stemmingen van volgende week dinsdag met een appreciatie van het kabinet. En die stemmingen zijn dus volgende week dinsdag voorzien. Dan is dat het einde van dit 2-minuten-debat. En dan gaan we naar het laatste, het 7e 2-minuten-debat op rij van deze middag en begin van de avond. En dat is het 2-minuten-debat, vaststelling, regeling, groenprojecten 2022. En daarvoor geef ik graag het woord aan mevrouw Van Es van de Partij voor de Dieren. Die